Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Je Geld en Je Leven. We zijn weer te gast in het proeflokaal van bierbrouwerij De Vlijt en we gaan het deze week hebben over hypotheken. En daarvoor hebben we ook een speciale gast uitgenodigd, namelijk Jeroen Terielen van de Rabobank. Van harte welkom. Dankjewel. En ons vaste panel is ook weer aangeschoven, bestaande uit Leo Kok, notaris, makelaar Oscar van Schavenbeke en fiscalist René Boon. Allemaal van harte welkom. Ja, de hypotheek die staat weer volop in de belangstelling en dat komt met name door de historische lage rente. Ja, voordat we het daarover gaan hebben, ben ik eigenlijk benieuwd, wat voor soort hypotheken kennen we eigenlijk? Ja, nou, we kennen best nog wel veel soorten hypotheken. Annuïteithypotheek, lineaire hypotheek, aflossingsvrije hypotheken, bankspaarvarianten, beleggingshypotheken, spaarhypotheken. De vraag is alleen welke je kunt gebruiken, zeg maar, bij de aankoop van een woning. En dat is afhankelijk, zeg maar, van de situatie waar iemand in verkeert. Als je praat over bijvoorbeeld starters, ja, dan ben je eigenlijk gebonden aan twee vormen. Een annuïteithypotheek en een lineaire hypotheek. Om in ieder geval nog in aanmerking te komen voor renteaftrek. Oké. En is er nog veel verschil tussen dan, tussen de twee verschillende hypotheken? Het verschil grofweg tussen een annuïteithypotheek en lineaire hypotheek is dat je met een annuïteithypotheek altijd een vast maandbedrag betaalt. Dus een combinatie van rente en aflossing. En bij lineaire hypotheek betaal je juist een vast bedrag aan aflossing. En daar komt de rente bovenop. Die start ook wat hoger in de maandlasten. Maar daarbij zullen vrij snel de maandlasten ook dalen. Nou, en welke je inzet of welke combinatie die je inzet, is afhankelijk van de wensen van de klant. Nee, je moet aflossen, anders heb je geen renteaftrek. Ja. Oké, okay, verplicht aflossen. Ja. Ja, oké. Okay. En nu het over starters hebben, is het moeilijk voor starters om aan een hypotheek te komen? Nou, op zichzelf, door de lage rentestand, valt dat over het algemeen nog wel mee. Het enige waar de overheid ook naar kijkt is, ja, je mag maximaal een bepaald bedrag financieren op de waarde van de woning. Dat noemen ze de loan to value. En dat is dit jaar 103% geworden. Dus dat betekent dat, ja, als je, ook al kun je op inkomen een 500.000 lenen en de waarde van de woning is 2 ton, ja, dan kun je maximaal 103% van 2 ton lenen. Dus er zal in geval van de kostenkoper altijd een bedrag aan eigen geld bij moeten om het eigen huis te kopen. En in de komende jaren zal dat bedrag wat erbij moet steeds groter worden. Dus je moet steeds zelf meer op zak hebben om daar nog recht op te hebben. Tenminste, om daar kans op te hebben. Maar het gaat dan om aftrekbaar lenen, hè? De rente is dan aftrekbaar. Bedoel je dat, denk ik. Want je mag toch lenen zoveel als je wil? Nee. De loan-to-value is ook echt, los van het feit waaraan je het besteedt, de waarde van de woning is bepalend voor de hoogte van het hypotheekbedrag. Los van het feit of dat stuk nou aftrekbaar is. Ja. Maar stel je voor, je gaat naar tante Truus en zegt, tante Truus, mag ik 50.000 euro van u lenen? En tante Truus zegt, ach ja jongen, dat erf je later dan toch maar. Dat staat los van het huis, dat is toch geen probleem? Ja, maar de overheid geeft in beginsel aan, even los van, hè, of iemand dat weet, dat je voor een aanschaf van een woning niet meer mag financieren dan het percentage. En waar je het ook doet. Die 50.000 euro, want dat bier, Leo, die staat nergens geregistreerd. Dus geen enkele bank kan dat zien. Nee. Tante Truus leent dat gewoon en klaar. Ja, ja toch? Alleen, ik denk dat je met je renteaftrek daarvan, als het gaat om de aankoop van een woning, heb je wel een probleem, denk ik. Ja, je hebt geen renteaftrek. Je hebt geen, of, geen, of in ieder geval, als je het meldt, je zult het moeten melden. Je zult het moeten melden, want de fiscus weet het niet. En als je het niet meldt, heb je geen renteaftrek. Nee. Dus een speciaal formulier op de website van de Belastingdienst, waarop staat dat je van een derde hebt geleend. Dat is ook als je van je eigen BV leent of van een familielid. Moet je dat melden aan de Belastingdienst. En de Belastingdienst die weet dan dat die lening er is. En dan heb je renteaftrek. Vergeet je dat, dan heb je geen renteaftrek. Maar ik denk inderdaad dat het los staat van de loan to value. Dus als je, mits het maar is voor de aanschaf van de woning. Dus, wat wel belangrijk is, het gaat natuurlijk om de klant. En is het voor de klant verstandig om zoveel te lenen op de waarde van de woning? Ik heb een voorbeeld. Want het gaat in dit geval over een overbrugging. Die klant die kan 7,5 ton lenen. Die leent 5,5 ton. Inclusief zijn huidige woning. Heeft geen eigen geld. Koopt een nieuwbouwwoning. En die moet van een bank aantonen dat hij gedurende 2 jaar lang de dubbele lasten kan betalen. Ik denk van, volstrekt matte klap. Die man die kan 7,5 ton lenen, volgens de normen. Hij leent maar 5,5 ton en hij moet het toch aantonen. Dat vind ik raar. Ik ben niet helemaal eens. Nee. Als ik kijk, zeg maar... Dat is gewoon een praktijkvoorbeeld. Ja. Nee, dat klopt ook inderdaad. Kijk, uiteindelijk gaat het erom, als een woning niet verkocht is,
kijken we naar de situatie van een reële betaalbaarheid op een lange periode. Ja. En het zal de eerste klant niet zijn die zegt, mijn huis is mooier en mijn huis is morgen verkocht. En uiteindelijk in de situatie terechtkomt dat hij over 6 maanden een financieel probleem heeft. Ja. Wat wij dan doen is kijken, en dat geldt voor iedere bank, zijn die lasten die de klant heeft gedurende die periode ook betaalbaar gedurende een lange verkoopperiode. Ja. En ik denk dat dat in het belang van de klant is, uiteindelijk, om daar zo naar te kijken. Nee, dat begrijp ik volledig. Heel logisch. Maar wat alleen de totale hypotheek die hij heeft, inclusief de overbrugging, is 5,5 ton. Inclusief huidel, en hij mag volgens de normen 7,5 ton lenen. Dan denk ik van, nou ja, volgens mij kan hij 30 jaar lang 7,5 ton lenen. En op de oude woning zit geen hypotheek? Op beide woningen, nieuwbouw en de bestaande woning. En die gaat hij gewoon verkopen. Dus het is van tijdelijke aard. Ja, maar je moet dan bij gaan lenen om in het korte te financieren. En daar zijn banken in het algemeen ook niet echt enthousiast over. En maar waarom? Hij mag 7,5 ton. Hij mag het lenen op dit moment, maar op het moment dat je daarmee je levensonderhoud gaat aanvullen, denk ik dat niet echt een gewenste doel dat is. Nee, dat denkt hij niet. Hij leent maar maximaal die 5,5 ton. Alleen moet toch aantonen dat hij 2 jaar lang... Wacht even, we moeten even van de deskundige. Want hij ik is denk deskundig. Dat de casus, het is natuurlijk een individuele casus, het gaat ons erom, aantoonbaarheid kan zijn, inderdaad, op basis van wat kun je lenen, totaal hypotheek. Aantoonbaarheid kan zijn eigen geld, eigen middelen die betaald worden, dat is ook prima. Ja. Maar je kunt je voorstellen, op het moment dat de klant die financiering doet en bijvoorbeeld nooit gespaard heeft, nooit eigen geld heeft gehad, dan kun je je afvragen of die wel 7,5 ton kan lenen. Ja. Op papier wel. Helemaal eens. Dus we kijken daar toch kritisch naar. Ja. En dat is maar goed ook, want we hebben toch wel een flink aantal klanten in de boeken die al 5 jaar lang 2 woningen hebben. Echt in problemen zitten. Dus uiteindelijk denk ik dat het goed is dat we daar in iedere individuele situatie met zorg naar kijken. Maar nog even, jij bent van de Rabo, hè? Dat hebben we in het begin gehoord, dus het is geen reclame. Maar je hebt natuurlijk genoeg andere grote banken. Doen die dat allemaal zo? Want jullie zijn in concurrentie daarin. Ja. Je ziet verschillende regelingen zeg maar, bij banken met betrekking tot de overbruggingsperiode. En, ik ken ze niet allemaal. Het wordt niet uitgewisseld? Nee. Er zijn banken bij die zeggen, ja, we financieren de 50% van de geschatte overwaarde. Er zijn andere banken die, wij kijken bijvoorbeeld naar een waardeverklaring. Je moet vertrouwen op de deskundigheid van de makelaar. En dan passen wij daar een correctie op toe om te kijken als de klant voor een verliesscenario krijgt. Dat kan natuurlijk ook nog. Of we dat kunnen meefinancieren in de dan ontstaande situatie. Ja, maar even terug naar de vraag, van wat maakt het voor jongeren of voor andere latere starters, dat maakt niet zoveel uit. Wat maakt het mogelijk, hè? Wat maakt het onmogelijk in de bestaande regelgeving? En dan is het dus wijs om niet bij één bank informatie in te winnen, maar bij meer banken. Absoluut. Als u een fiets koopt, dan ga je ook niet naar één winkel. Ja. Omdat die regelgeving toch anders wordt toegepast. Nou, bij starters spreek je niet van een overbrugging, dus dan zijn de regels eigenlijk hetzelfde. Maar bij betrekking tot ik vind het sowieso verstandig als je over zo'n uitgave praat, om inderdaad bij meerdere organisaties te gaan rondkijken. Dat doe je ook als je een klein ding koopt. Je investeert voor je heel je leven. Ja, nee, maar iemand die dus nu naar de televisie kijkt, die moet je eigenlijk zeggen, ga naar 3 banken of zo. Ik vind het niet verstandig om naar 1 bank te gaan. En waarom moet die persoon dan aan voldoen om een hypotheek te krijgen? Iedereen kan in de beginsel een hypotheek krijgen. Je moet natuurlijk, laat maar even uitgaan, meerderjarig zijn. Even los van de uitzonderingen die daarop zijn. Leeftijd speelt in dat opzicht geen enkele rol. Het is alleen zo als iemand, ik had laatst ook een starter van 70. Dat is een slow starter. Het enige lastige daaraan is, als de klant dan volledig zou willen financieren, dan is er een overlijdensrisicoverzekering nodig. Ja. Dus dat betekent wel vaak dat bij de oudere jongeren, zeg maar, er wat verstandig is om eigen geld mee te nemen. Ja. Maar er wordt ook nu al, denk ik, gekeken, iemand die, noem het maar, 45 is, wordt nu al gekeken wat zijn pensioen is als die tegen die tijd misschien 70 is. Klopt. Waardoor hij dan minder kan lenen. Als hij 70 is, dus nu bij aanvang ook al? Nee, dat hangt af van de klantkeuze. Ja, uiteraard. Als de klant zegt, kijk, het hangt ook van die hypotheekvorm af. Ja. Als u 45 bent, dan heb je tot pensioenleeftijd, laten we even 67, tegen 22 jaar. 70 dan hoor. 70 jaar, maar goed, we gaan op dit moment uit van 67. Ja. En je zou de hele hypotheek weggewerkt willen hebben op je 67ste. Nou, dan gaan je lasten in die 22 jaar natuurlijk hoger worden dan bij een 30-jarige hypotheek. En daardoor kun je onmiddellijk ook minder lenen. Maar een optie daarbij zou kunnen zijn dat je dan kiest voor bijvoorbeeld een 30-jarige lineaire hypotheek, waarbij de hypotheek op je pensioenleeftijd al zodanig laag is door de snelle aflossing, dat je toch heel betaalbaar kunt leven. Maar het is afhankelijk van, hoe ziet de pensioeninkomen eruit? Maar ook afhankelijk van de keuze. Als de klant zegt, ik verkoop mijn huis en dat wil ik ook daadwerkelijk,
en er is goed gespiegeld en geluisterd, nou, dan kan ik dan ook een 30-jarige annuïteit. Is het nou zo dat mensen tegenwoordig eerst gaan kijken hoe lang hun polstok is? Zeg maar eerst gaan beoordelen of laten beoordelen wat hun leencapaciteit is en dan pas gaan kijken of kopen op de markt? Of is het andersom? Nee, ik denk dat het gros van de klanten wel eerst gaat kijken wat de mogelijkheden zijn. Dat wil niet zeggen dat bijvoorbeeld starters altijd weten, als ze vanaf huis komen, wat de daadwerkelijke lasten zijn van het hebben van een woning. En als ik een gesprek voer met die klanten, ja, dan geef ik bijvoorbeeld altijd aan, kijk eens op het Nibud, wat komt er nou eigenlijk bij kijken? En dan help ik ze mee. Ja. En dan zijn er sommige klanten die zeggen van, oké, ik kan wel 2 ton lenen, maar ik heb meer dingen in mijn leven dan alleen maar wonen. En ik kies ervoor om een goedkoop huis te kopen. Ja, er zijn wat dingen veranderd, hè? 1 januari jongstleden, ja. Hè? De Nibud heeft daar wat... Dat doen ze elk jaar eigenlijk. Kun je vertellen wat daar gebeurd is? Ja, nou, wat je ziet is dat zeg maar, de leenbedragen gedaald zijn. Het is een beetje afhankelijk van de inkomenscategorie, zeg maar, in hoeverre dat invloed heeft op de bedragen die je kunt lenen. Dus het is echt heel erg afhankelijk. En ik adviseer klanten ook echt die aan het rondkijken zijn. En dat heb ik ook gedaan met de klanten die vorig jaar bij me kwamen. Blijf gewoon, als je aan het rondkijken bent, kijken naar wat zijn de mogelijkheden, ook na 1 januari 2015, afgelopen jaar, om te voorkomen dat je een huis koopt op de oude regels in je hoofd en je niet meer kunt financieren. Ik heb nog even een vraagje. Kijk, heel veel volgend jaar, dit jaar is het EPA-certificaat van kracht geworden. De isolatienormen die vastgelegd zijn. Stel, ik wil mijn woning een hogere klasse geven van, weet ik het, G, mijn eigen woning. Nou, dat is niet waar. Maar, nee, dat is niet waar. Maar goed, van D naar A. Ja. Dat kost mij, die investering kost mij 15.000 euro, waardoor mijn lasten, mijn energielasten naar beneden gaan. Wat voor mogelijkheden is dat als het gaat om een hypotheek, fiscaal? Kan ik gewoon die 15.000 euro ergens lenen? Ik heb geen geld, dus kan ik die 15.000 euro ergens lenen? Ja. Het hangt natuurlijk ook weer van de situatie af, hoeveel hypotheek zit er op dit moment op het huis. Oké, maar stel dat dat goed is. Ja, nou, er zijn ook hele mooie landelijke regelingen tegenwoordig voor, hè, van de overheid stimuleren. En ik denk dat je dat bedoelt, dat je dan de vraag stelt, ik kan het op papier dan niet lenen, maar zijn er dan extra mogelijkheden om het dan toch wel te lenen? Precies. Ja, want mijn lasten, niet mijn hypotheeklasten, die gaan omhoog. Maar mijn maandelijks lasten aan gas en elektra gaan fors naar beneden. Ja. Uiteindelijk is het bij elkaar opgeteld heel interessant. Ja. Je mag onder bepaalde omstandigheden, als een klant zeg maar op basis van zijn inkomen niet zou kunnen lenen, een bepaald bedrag buiten de leenbedragen houden, zeg maar. Dus je zou iets meer kunnen lenen in sommige omstandigheden om die energievoorzieningen voor elkaar te maken. Maar niet het volledige bedrag? Hangt van de investering af. Ja, oké. Fiscaal is het aftrekbaar als het voor de eigen woning is. En ik kan me wel voorstellen dat je een aflossing op moet toepassen. Ja, dat is dat gewoon in 30 jaar. Dus je krijgt gewoon een bepaalde nieuwe tranche, zeg maar, die dan in 30 jaar weer moet zijn afgelost. Ja. En zo wordt dat gevolgd. Zo kun je zien met mensen die kopen een woning, gaan er later verbouwen en nog een keer verbouwen. En als ze steeds weer geld bijlenen, is het voor elke keer weer een nieuwe periode van 30 jaar die gaat lopen. Maar dat kan ook wel interessant zijn. Een soort groene hypotheken zijn het toch ook, of niet? Ja. Of is het eigenlijk, wordt het gezegd, maar wordt er weinig gebruik van gemaakt? Ja, we hebben dus ook bij ons ook tijd gehad. Het was meer een tijd van duurzaamheid. Maar hij bestaat niet meer. Maar de overheid heeft veel mogelijkheden en ook de regelgeving geeft daar helemaal mogelijkheden. Maar misschien goed om iets aan te vullen over die 103% norm. Ja, ja. Want daar lopen natuurlijk heel veel mensen tegenaan die met een verliesscenario in een woning wonen. Ja. Daar geldt die norm niet voor. Dus op het moment dat je een woning verkoopt, je hebt 2,5 ton hypotheek en je verkoopt je huis voor 2,20, dan mogen we dat verlies van 30.000 euro boven die 103% norm gewoon mee financieren. Ja, mits dat binnen jullie normen past. Mits het past van de normen, zeg maar, van de Nibud, van normen die de regelgeving, moet natuurlijk wel betaalbaar zijn. Ja. Maar wij zien bijvoorbeeld dat we dat best heel actief doen. En kunnen jullie tekort mee verhuizen en aflossen in? Bij ons op dit moment in 10 jaar. 10 jaar, maar dat wordt... Fiscaal is het voorstel gedaan voor 15 jaar. Okay, en dat is even de vraag hoe banken in zijn algemeen naar het daarmee omgaan. Ja. Maar er zijn wel degelijk mogelijkheden. En heel veel mensen denken dat het niet kan. Ja, absoluut. Maar stel je voor dat iemand dat nou gedaan heeft. Hè? Dus die heeft daardoor een hypotheek van 120%. Hè? Want dat kan zich dus voordoen. En die gaat een week later, nadat hij helemaal keurig verhuisd is, gaat hij een mooie caravan kopen en gaat hij financieren. Zet die neer op een van de Waddeneilanden. En denkt, nou, dat heb ik prima voor elkaar. Is er dan iets wat hem daarin tegenhoudt? Afgezien of dat verstandig is of niet? Nee, dat zien wij dan natuurlijk ook niet. Nee. Op het moment dat ik verstrekt heb, Wat is dan daarmee
de waarde van het hanteren van dat soort normen. Want die mensen moeten uiteindelijk toch zelf beslissen, ja, of ze dat wel of niet zouden moeten doen. Ja, maar belangrijk vind ik in zo'n gesprek, als een klant bij me komt en die zegt, Jeroen, op basis van mijn inkomen kan ik 3 ton lenen en ik heb voor mijn nieuwe huis 2 ton nodig. Dus ik kan die financiering met verlies prima betalen. Dan ga ik wel echt kritisch kijken naar de daadwerkelijke betaalbaarheid. Kijk, als een klant dan heeft aangetoond dat hij de afgelopen 5 jaar niets heeft gespaard en zeker nog alles uitgeeft, dan heb ik ernstige twijfels bij de daadwerkelijke betaalbaarheid. En dan kun je het op grond van regeltjes wel financieren. Ja. Maar dan vraag ik me af of ik in al die situaties daadwerkelijk wel ga financieren. Nee, maar dat begrip daadwerkelijke betaalbaarheid, hè, dat heb je nu geloof ik 2 of 3 keer genoemd. Mm-hmm. Hè, dat is iets wat vroeger niet voorkwam. Nee, vroeger keek je naar tabellen, het kan en klaar is, Kees. En ik denk dat je toegevoegde waarde levert door met de klanten echt te sparren en te spiegelen. Ja. Of het ze daadwerkelijk willen. Ja. Kijk, als klant. Dat betekent dus dat toch een zeker persoonlijk oordeel van jou als beoordelaar of van de bank in zit. Want je kijkt ook naar het gedrag van je potentiële cliënt. Dat klopt. Maar ik denk als ik met zo'n klant aan het praten ben, over het algemeen, dan klanten zijn, zeg maar, iedereen die een huis koopt, heeft een soort blindheid van passie. En dat is geweldig, hè? Want dat moet ook vooral zo zijn. Maar een stukje realisme mag je best bijbrengen. En dat doe je niet door kritisch te zijn of kritiek te hebben. Dat doe je door een spiegel voor te houden op een positieve manier. En het is bijna in alle gevallen zo dat klanten zelf tot een bepaalde conclusie komen of ze dat wel of niet willen. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Dat is mijn toegevoegde waarde. Ja. En als een klant ervoor kiest om het niet te doen, dan maakt de klant de keuze zelf. Ja. En het is maar zelden dat je echt zegt van, oké, op basis van persoonlijk iets, dat doe je niet. Ja. Ik ga er maar heel zorgvuldig mee om. Ja. Uiteindelijk hebben we ook een ander belang. En dat is het commerciële belang. Maar ik vind wel dat je zorgvuldig en eerlijk met klanten erover moet kunnen praten. Maar dit werk doe jij al 10 jaren. Dat is toch een enorme omslag geweest die laatste 5 jaar of zo ongeveer? Ja, eigenlijk sinds 2001 is eigenlijk de fiscale wetgeving al begonnen. Maar de regelgeving op allerlei fronten is flink lastig bijhouden, zeg maar. Ja. Fiscaal, gedragscode, nationale hypotheekgarantie. Ja, en je bankregels. Ja. Maar daarom is het des te meer belangrijker dat iemand die zich oriënteert ook gewoon bij een financier of tussenpersoon een gesprek aangaat om van tevoren duidelijk te hebben en geen verrassingen te hebben. Ja, maar voor jou persoonlijk, wat vind je nou bevredigender? Was dat die tijd waarin je zo hoog mogelijk in die financiering koopt met je klanten, of nu waarin je juist probeert ze die spiegel voor te houden? Wat dit vind ik veel mooier. Dat vind je mooi. Dit vind ik echt mooi. Ja. Ik heb maar even een vraagje. Er wordt heel veel gezegd, en ik ga er altijd tegen in, dat als ik mijn huis ga verbouwen, of ik koop een woning en ik wil voor 20.000 euro verbouwen, dat ik dat zelf moet betalen. Dus dat wordt algemeen gezegd, hè? Ja. Dat is natuurlijk niet waar. Want het gaat uiteindelijk om dat je de meerwaarde, dat is een heel groot verschil, denk ik, mee kunt financieren. Ja. En stel dat ik zeg van ja, die 20.000 euro is maar 10.000 euro in waardeverstijging, dan kun je die 10.000 euro wel degelijk meenemen. En die andere 10.000 euro, ja, die moet je dan maar zelf betalen. Nee, dat is niet helemaal zo. Wat er gebeurt, zeg maar, en dat is inderdaad wel een heikel punt, is dat je, dat heeft te maken met die loan to value. Op het moment dat je een huis koopt en je wil 20.000 euro meefinancieren, dan wordt er een taxatiegebod gemaakt na verbouwen. Ja. Dus met een investering van 20.000, inderdaad. Ja. En dan komt er een waarde uit, nou, dat weet u beter dan ik, van maximaal ongeveer 70% stijging gemiddeld genomen. Dat zeg ik 50% in dit geval, ligt eraan wat je gaat doen. En het klopt eigenlijk wel. Nou, wat er dan gebeurt, is die 20 verdwijnt dan in een bouwdepot. Ja. En dat betekent dat bij overdracht van de woning, zeg maar de klant zelf, een stukje van de aankoop. Ja, precies, dat bedoel ik. Dus maar het is niet splitsen. Wat er niet uitkomt in de verbouwing, zeg maar, wat hij verliest in de verbouwing, dat moet hij zelf bij betalen. Een eigen middeling. Ja, eigen, precies. Ja. En dan hangt het heel erg vanaf, als je veel zelf doet, komt er veel meer waarde bij. Okay, goed. Maar vervang je een goede keuken, dan komt er geen waarde bij. Nee, dat smaakt. Nee, klopt. Ja, ik had ook nog een vraag. Je hypotheek oversluiten vanwege de lage rente, is dat nog slim? Ook dat is heel persoonlijk. En waarom? Iedere geldverstrekker, zeg maar, heeft regels omtrent het vervroegd openbreken van rentecontracten. Je gaat de contracten aan, zeg maar, met een financier. En op het moment dat je dat verbreekt, dan kunnen er kosten zijn in de vorm van boete, rente en kosten. Dus of dat verstandig is, is afhankelijk van de keuze van de klant. Als een klant het idee heeft om over 3 jaar te gaan verhuizen, dan is dat bij ons zo, dat hij dan boetevrij kan aflossen. Nou, dan zou het zinloos zijn om nu een contract te gaan openbreken, boete te gaan betalen.
En opnieuw straks boetevrij te kunnen aflossen. Aan de andere kant kan het ook zo zijn dat de insteek van de klant is, nu de rente laag is, om zekerheid te willen, om wat voor reden ook, over de lage rente in de komende 10, 20 of 30 jaar. Ja, en de boeterente is nog steeds helemaal aftrekbaar. Ja, dus het is helemaal persoonlijk. Ja. Sommige klanten zeggen, ik verdien het niet terug in de resterende jaren, maar ik weet één ding zeker, ik weet dat de rente nu historisch laag is. Ja. En dus kies ik voor zekerheid. Ja. En die gaan dus vanuit dat over bijvoorbeeld 5 jaar, als een rentecontract zou vervallen, die rente veel hoger is. En daarmee kiezen ze voor stabiliteit en zekerheid. Dus ook dat is heel persoonlijk, maar het is inderdaad een hot item. Afgelopen zaterdag ook weer in de Stentor, een artikel van Vereniging Eigen Huis. Maar ik adviseer iedereen om dat bij hun eigen financier, zeg maar, goed na te vragen. Ja. Oké, okay. Dus als ik het goed begrijp, is echt elk geval verschillend. En moet je bij je deskundige om informatie vragen. En het liefst nog in ieder geval bij meerdere banken ook om advies te vragen. Nou, dat maakt mijn vak zo leuk. Als ieder advies hetzelfde zou zijn, dan ben ik niet nodig. En dat maakt het ook zo leuk om met klanten om te gaan. Ja. En het leuk te blijven vinden. Dus het blijft een persoonlijke keuze in een persoonlijke gezinssituatie. Ja, dus per geval bekijken. Ja. Oké. Nou, hartelijk dank voor deskundige advies, Jeroen Terielen. En ook mijn vaste panel wil ik van harte bedanken dat jullie er weer bij waren vandaag. Ook wil ik graag Bierbrouwerij De Vlei bedanken voor de gastvrijheid. En u thuis natuurlijk ook voor het kijken. Als u nog wilt reageren op deze uitzending, dat kan met een mailtje naar jegeldenjeleven@rtv-apeldoorn.nl. Hartelijk bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.